Hi, Vivian hier van Sweetie Cake Shop. Ik wil je laten zien als je een eetbare printer hebt, hoe je die schoonmaakt. Ik heb hier een voorbeeld van een print, hoe die eruit ziet als die vies is. Wat je ziet tussen de zwarte logo's hierin, is dat je zwarte streepjes krijgt. Dus als je op je blad over zo zwarte streepjes hebt staan, stippelstreepjes zijn het vaak, dan ga ik je laten zien hoe je de printer schoonmaakt. Wat is er aan de hand? Dit zijn suikervellen, die gaan door je printer heen. Met natte inkt, want de inkt is er net opgedaan. En er zitten wieltjes die zorgen dat vel er doorheen gaat. En die wieltjes die worden vies van die natte inkt die er langs gaat. Dus die wieltjes die zijn zwart en inktig geworden, zeg maar. En die inkt die wil je graag van die wieltjes verwijderen. Dat kan niet door ze eruit te halen en even te poetsen. Dat gaat op de volgende manier. Zorg in ieder geval dat je printer uit is. Dus niet aan laten staan, uitschakelen. Dan gebruik ik de grote schraper. Die kun je bij ons in de webshop kopen. Sweetiecakeshop.nl. Kan je grote schraper kopen. En dan heb ik het is heel grappig, maar het zijn de spuugdoekjes van de HEMA. Maar het moet vooral een niet pluizig dun doekje zijn. Die heb ik nat gemaakt onder de kraan. Ik heb hem even uitgewrongen, dus als ik zo doe, komt er geen water meer uit. Dus hij is alleen vochtig. En ik span hem dus om die schraper heen. En die schraper die steek ik dan daarin waar het vel normaal uitkomt. Dus bij mijn Canon footprinter heb ik het erover. Is dat dus hier en dan steek je hem hier zo erin. En dat mag best wel een paar centimeter. En dan zul je denken, ja, hoe weet ik dan of ik ver genoeg ben? Nou, als je hem even laat zitten en je haalt hem er rustig weer uit. Hou je doekje goed vast, dat je doekje er niet in vast blijft zitten. Kijk, en dan zul je zien als je hem eruit haalt, wat je een schoonmaker bent. Heel duidelijk dat hij dus best wel vies is. Nou, de doekje kan je een beetje verplaatsen om te kijken of je nog steeds succes hebt. Je stopt hem er weer even in. Een beetje wiebelen, een beetje heen en weer, een beetje vooruit, een beetje achteruit. En zo ga je door totdat je eigenlijk merkt dat het minder vies wordt als je hem eruit haalt. Maar dat gaat echt wel een aantal keren duren. Soms laat ik hem ook gewoon even erin. Dan kan het vocht een beetje inwerken op de inkt die daar zit. Dan trek ik hem een klein stukje verder, laat ik hem even staan. Nou ja, zo krijg je dus echt een doekje vol met strepen. Ik zal je zo laten zien hoe die eruit ziet tegen de tijd dat ik tevreden ben. En dan geef ik je de laatste tips nog. Na een aantal keren, dat ligt er natuurlijk aan hoe vies jouw wieltjes zijn. En dan merk je dat als je erin en eruit gaat, dat eigenlijk je doekje niet verder vies wordt. Ik zal het even één keer laten zien. Draai hem even om, dan kunnen we goed zien of die vies wordt of niet. Je mag echt wel even flink heen en weer gaan. Nou, en als die er dan uitkomt, dan zie je eigenlijk dat ik, nou, een heel klein beetje zie je nog een paar nieuwe strepen. De rest zit aan de andere kant. En aan deze kant zie ik eigenlijk al helemaal niks meer. Dus ik doe hem nog één keer en dan ga ik ervan uit dat hij goed is. Even nog een beetje heen en weer wiebelen. Niet te hard, maar wel een beetje actie erin. Nou, dit is echt het enige wat ik dan nog krijgen. En dat zou dan wel genoeg moeten zijn om weer een mooie print te kunnen maken. Wat nu belangrijk is dat je de printer even een uurtje laat staan, zodat die wieltjes droog worden. Want je wil natuurlijk niet met natte wieltjes gaan printen, want dan krijg je er echt een zootje van. Dus laat hem even een uurtje staan. Als het kan, een nachtje, prima. En dan ga je je printje weer maken. En als het goed is, zijn dan je zwarte streepjes verdwenen. Goed, bedankt voor het kijken. Doeg! Succes ermee!